Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia video. We zijn hier met Shadow Red, Guigi en Toad. Gaan eens even kijken of zij het alleen kunnen fixen. De vorige aflevering was super spannend, toen hebben we Guigi gered. Ik had niet verwacht dat het nog ging lukken. Maar het is toch gelukt, dus doe even de duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En ja, dan is het team weer bij elkaar volgens mij. Shadow zegt, wacht, kijk daar eens. Yay! Bloomachu en Stevie. What up guys? Yay, we zijn er weer. Het team is herenigd. Ja, en nu kunnen we dus gaan kijken. Wie we meenemen bij elkaar. Trouwens, nog niet iedereen is er volgens mij. We missen toch nog een aantal mensen. Weet jij wie we missen? Laat het weten in de comments. Even kijken hoor. Steve die wil naar Zuckertje. Want Steve en Zucker die hadden een soort van ruzie, denk ik. Ik weet niet zo goed wat er gebeurde. Dus Steve die zegt, sorry dat ik zo gemeen was. Ik wil graag weer vriendjes zijn. En Zucker die zegt, ik ook. Want Zucker was bijna aan het huilen. Ja, ze zijn weer matties. En Epona wil graag even met Red chillen. Kijk. Red heeft een mooi bloempie. Oh, ja. En die zijn samen niveau 6. Ik weet echt niet zo goed wie mijn team moet zijn, hoor. Wie ga ik nou kiezen om mee te nemen? Tot nu toe voel ik me het beste bij Red, bij Steve. En volgens mij willen jullie heel graag dat ik Zucker meeneem. Dus speciaal voor jullie neem ik Zucker mee. Zou dit het team worden waar ik deze battles allemaal mee ga fixen? Laten we eerst even hier het kistje pakken. Kistjes! Ik wil altijd kistjes. Ik wil betere wapens. Maak open. Maak alles open. Het is een valstrik. Boeit niet. Dan krijgen we XP. Lekker bezig, Red. Maak ze kapot. Alleen de griffioen is nog over. En Red gaat de griffioen pakken. Bam. Lekker, man. Door naar het volgende kistje. Zit hier dan wel wat in? 1800 monies. Nice. Red is echt, jongen, wat een schatkiste. De schatkamer. We hebben hem gevonden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wacht even. We hebben een schatkamer gevonden? Waar dan? We hebben een herberg gevonden. Was dit het? Oeh, Epona en ik worden level 19. Oké, nu kunnen we door naar het volgende deel. Ah, nee. Wat gaat die... Nee, we gaan niet weer verspreiden, toch? Let's go, party people. Jeetje, wat een kistjes allemaal, joh. Weer 1000 monies. Lekker, man. Ik durf mijn geld nu alleen nog niet uit te geven, want ik ben nog niet helemaal zeker van mijn definitieve team. Oh, nee, Steve valt op zijn bakkes. Zucker gaat helpen. Steve zit ergens mee de laatste tijd. Als Rikachu aan het vechten is, probeert hij stiekem een scheet te laten. Zit je er nou gewoon over mij te vertellen dat ik zit te farten? Dit kan je echt niet maken. Zo kan je niet zijn. Daarna doe ik alsof er niets is gebeurd. Maar je ruikt hem van een kilometer afstand. Hij zit maar gewoon zwart te maken, jongen. Ik zou jouw onderbroek zwart maken. Door de scheten. Oh jee. Bommen. Focus je op de bommen. Maak de bom kapot. Pak de bom. Lekker. Bam! Zo, dat ging snel. We zijn alweer bij de herberg, joh. Wat is trouwens het maximale level dat je kan worden met iemand? Want Epona en ik zijn al 20. Sterker nog, we zijn nu al 21. We hebben een prettige relatie. Oh nee, we zijn nu 20. En we hebben samen Hinneke geleerd. Is dit een maximale level dan? Herstel het moraal met een mooie Hinnik van je paard. Oké. Nou, zullen we dan nu maar ergens anders even gaan chillen? Gaan we nu even bij Red chillen? Nou, wacht even. Red die moet ook even matties worden met Zucker en Steve. Zo, hoppa. Gaan we eerst even met Steve chillen dan. Oh, we hebben hier de 5 gouden vlinders. Volgens mij zijn de gouden vlinders niet heel moeilijk te verslaan. Ja, dat bedoel ik. Er zijn er al gelijk een paar kapot. En nu zijn ze allemaal kapot. Hey, Zuckertje gaat een level omhoog. Level 13. Ik weet alleen niet zo goed of ik de abilities van Zucker nou wel zo goed vind. Misschien is er toch een andere character wat betere abilities heeft. Misschien Mario wel. Weet wel dat ik Mario volgens mij ook nog best wel goed vond. Ah, al die twijfels. Waarom is het zo moeilijk om een team te kiezen? Het is nog moeilijker dan bij Pokémon, joh. Ik vind die battles met die bommen op zich wel chill. Meestal gaan die allemaal goed. Zodra je zo'n bom laat ontploffen, dan zijn gelijk de enemies die ernaast staan ook dood. Dus we doen even een lentebriesje zo op. Op deze gast. En dan is het gewoon boom, bom ontploft. En die anderen zijn ook weg. En nu alleen die andere bom nog. En dan is het gewoon beam. En dan, ja, is het alweer klaar. Zo, er worden even wat relaties een stuk beter. Wooloo en Toad zijn matties. En Mario en Epona, die gaan een leveltje omhoog. Mario gaat ook nog even lekker een worteltje geven aan Epona. En dan gaan we weer verder. Toch nog maar even zonder Mario. Ja, en we kunnen nu dus hier naartoe. Gaan we naar de volgende gang. Ben benieuwd of hier nog iets bijzonders gaat gebeuren. Red en Steve die zeggen tegen elkaar dat ze het straks moeten opnemen tegen sterke tegenstanders. En Red vraagt, ja, hoe weet je dat? Ben je helderziend? Oh, Steve zegt ja. Oh nee, dat stond op mijn bordje een stukje terug. Pas op voor de eindbaas. Nee. De eindbaas? Daar ben ik toch nog helemaal niet sterk genoeg voor. We moeten sowieso ook nog 2 mensen redden. Ja, hier, Zelda. Die moeten we nog redden. Klak, 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 klak. Wat is dit? Het is een Zelda-panzer. Oef.
Oef. Ik denk dat dit moeilijk gaat worden. Ik denk dat dit echt lastig gaat worden, deze battle. Oké, gaan we voor het zwaard eerst? Oh nee, het schild beschermt het zwaard. Ik kan helaas niet te paard gaan nu. Dat zou super chill zijn. Ik kan wel gaan snuiven. Ik denk dat ik dat maar moet gaan doen. En hopelijk snuif ik hard. Dat valt mee. Kom op, sukker. Het geestenzwaard let nu niet goed op. Dat is nice. Steve die krijgt... Oh, die krijgt echt harde tikken, joh. Laat Steve even met rust, joh. Steve is gelijk bijna kapot, man. Eens even kijken, hoor. Volgens mij wordt dit een heftig battletje. Oké, ik ga voor het zwaard. Let's go. Lentebriesje. Ja, het zwaard is weg. Dat is één. Top. Dan nu het schild gaan pakken. Help je even mee, sukker. Maak hem kapot. Ah, hij leeft nog. En het schild mist zijn aanval. Nu dan... Nee, we krijgen geen klappen. Ik dacht dat we wat tikken gingen krijgen, maar het valt gelukkig mee. Ja, ik mag weer op Epona. Het zwaard is weer terug. Ik heb even niet opgelet, maar hoe is het zwaard teruggekomen? Wat? Heeft het panzer dat gedaan? Want nu is het schild in ieder geval weg. Anders moeten we ons echt gaan focussen gewoon op die baas. Het zwaard is nu ook weg. Jee, joh, dat panzer doet dat. Oh man, dan moeten we echt keihard gaan focussen op het panzer. Want die roept elke keer gewoon zijn armor terug, joh. Come on. Kijk, het zwaard is nu alweer weg. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Lekker Steve, lekker bezig. Volgens mij kan het panzer onszelf niet aanvallen. Die kan volgens mij alleen maar zijn matties terugroepen. Ja, zie je? Hier is het zwaardje weer. Ja, ik ga dan nu gewoon wel even het panzer aanvallen. Denk ik. Ik ben benieuwd wat de rest doet. Die vallen ook met name het panzer aan. En dan gaat nu het zwaard ons natuurlijk wat tikken geven. Ja, en dan komt nu ook het schild weer terug. Ja, dat is toch wel een probleem. Want wat ga je nou doen, hè? Waar ga je nou op focussen? Laten we even het zwaard gaan pakken, jongens. Even het zwaard. Kom op, Steve. Maak het zwaard kapot. Ja, die... Nee, die leeft nog. Nee! Het zwaard leeft nog. Oké, nu hebben we denk ik een probleem. Nee, want Red die had een trap gezet voor het schild. Dus dat is top. En het zwaard slaat Steve, maar niet zo hard. Nou, lekker bezig, Steve. Lekker klappen aan het opvangen, jongen. Ik ga ze nu even allemaal tegelijk aanvallen. Dat doet niet heel veel damage, maar daarmee maak ik het zwaard in ieder geval kapot, denk ik. En ja, die is weg. Oké, let's go, sucker. Oh nee, het is Steve op Epona. Die probeert het schild te pakken. En Zucker probeert ook het schild te pakken. Ja, dan is het zwaard weer terug. Wat naar. We hebben Epona nodig. Epona kan ze gewoon alle drie keihard raken. Ik ga nu gewoon lekker gewoon op het panzer. Kijk, Epona. Steve gaat nu op Epona. 70 HP damage. Helemaal lekker. Het schild kan niks doen, want die viel Red aan. Dat was top. Ik krijg nu wel wat klappen. Zucker krijgt wat klappen. Dan gaan we nu maar een klein beetje healen met strooisel. Maak het nog niet helemaal op, denk ik. Oké, let's go, guys. Let's go, guys. Gaan we voor het panzer? Gaan we de panzer slopen? Ja. Oh, ik dacht dat die kapot was. Ja, het panzer is ook kapot. Alleen we moeten nu nog het schild en het zwaard nakken. Oké, cool. Het schild. Bam. Kom op, pak het schild. Dat, lekker. Het schild is ook weg. Nu alleen nog het zwaardje. Ja, maar het zwaardje alleen gaat niks doen, hoor. Het zwaardje alleen gaat niks doen. Die gaat gewoon kapot. Let's go. En daar gaat hij. Ja hoor, deze battle hebben we ook gefixt. Lekker, man. Goeie battle. Wel een lastig, hoor. Omdat het schild en het zwaard elke keer terugkomen. Maar gelukkig was het panzer zelf niet heel sterk. En, oh, we krijgen echt superveel XP. 2950. We gaan volgens mij allemaal een level omhoog. En met Bloombat kan ik heel mijn team tegelijk healen. Kijk, dat is ook wel fijn, hoor. Red gaat ook een leveltje omhoog. En Zelda is gered. Ja, je bent weer terug, Zelda. Hey. Yay. Ja, ik denk alleen niet dat ik Zelda nog heel veel ga gebruiken. Want ja, de popster, die voel ik niet zo. Maar ze is in ieder geval blij dat we haar gered hebben. Yay, wat fijn. En Zelda gaat alvast lekker slapen. Die is al lekker naar de herberg. We hebben nu iedereen gered. Oh, was Zelda de laatste? Ik dacht dat we nog iemand moesten redden. Maar Zelda is blijkbaar de laatste. Maar moeten we nu echt naar de duistere vorst? Moeten we nu naar de eindbattle? Kunnen wij dit al dan? Kijk, daar zitten we wel met z'n allen, hoor. Het is zover. Eindelijk hierop hebben we gewacht. We hebben een team van 10. Yay! De wereld ligt aan onze voeten. We kunnen alles en iedereen aan. Oh, en Zelda zegt, we kunnen zelfs allemaal naar huis gaan. Zelda heeft helemaal geen zin om het op te nemen tegen de duistere vorst. Nou, Zelda, dat komt goed uit. Want voor mij hoef je ook niet mee. Oh, Toad wil ook weg. Red ook. Wil iedereen weg? Nee, jongens. Nee, we gaan dit gewoon proberen. Ze vinden het allemaal maar eng. En Toad zegt, ja, Rick, die is nooit gevangen genomen. Dus hij weet niet hoe het voelt. Je weet niet hoe het is. Jongen, iedereen wordt boos op mij. Jongen, als jullie zo bang zijn voor de duistere vorst, dan moeten we gewoon korte metten gaan maken met die gast. Kom op, jongens. We gaan dit gewoon doen. Kom op. We zijn een tienkoppig team nu. Ja, precies. Proost erop. Nou, Zelda, welkom terug. Hey. Ja, en Zucker en ik vinden elkaar heel erg leuk. Eens even kijken. Red die wil graag een nieuw wapen. Dat ga ik doen, want hey, Red zit in mijn team. Red die wil heel graag een vis als wapen.
Die smekt gewoon iedereen met een vis. Oh, wat zal iedereen stinken, joh. Heerlijk wapentje. En voor de rest wil niemand uit het team waar ik nu mee ga battelen iets hebben. Ik kan natuurlijk nog wel even gaan eten van tevoren. Kijk ons allemaal zitten aan tafel, joh. Hier, Zucker, neem dit. Oh, Zucker die vond het onwijs smerig. Sorry, Zucker. We hebben zwaard sashimi. En we gaan de aanval de snelheid omhoog. Nou, die mag je dan ook proberen, Zucker. Ja, die vind je wel lekker, hè? De magie en aanval gaan omhoog van deze duivelsproteïne. Nou, die neem ik lekker zelf even in dan. Ik heb hier nog een pittige hotdog. Red, vind jij dat lekker? Pittige... Nee, oké, sorry. Griffioen gebraad dan? Ja, kijk, dat vindt hij heerlijk. Dan heb ik hier nog een kunstkoekje. Steve, die is voor jou, jongen. Lekker, hè? En de duivelstaart, vind je dat ook nice? Ja, dat vindt hij ook super nice. Oké, okay, cool. Ja, is dit dan echt het moment, jongens? Gaat het dan nu gebeuren? Ja, ik vind het spannend. Meneer Rikachu, hey, we worden geroepen. Oh, het is de postbode. Die is blijkbaar ook gewoon hier bijna bij de duistere vorst. Tuurlijk, joh. Ik weet niet wat je hier doet, maar... Bedankt voor je brief. En het is een brief van Raichu die zegt... Jullie zijn nu vast al in het slot van de Duistervorst. Ik sta achter jullie. Nou ja, in gedachten. Ik had wel graag gewild dat je hierbij was. Dat zou echt heel fijn zijn, Raichu, als je ons even ging helpen. We kunnen nu naar links of naar rechts. Ik ga weer naar links. Wow, we moeten battelen tegen vurige wind. Het ziet er intens uit, jongens. Kom op, sla ze met je brand nieuw wapentje. Met je mooie vis. Ja, dit ziet er wel uit als een heftig windje, hoor. Veel heftiger dan de windjes waar Steve mij van beschuldigt. Die zit gewoon te zeggen, ik zit te schijten elke dag, man. Is niet eerlijk, jongen. Hier, Zucker, neem even wat HP-strooisel om. Zucker, zijn kont is verbrand, zo te zien. Arme Zucker. Hoppakee. Met z'n allen. En Zucker die gaat ook naar level 14. Ja, ik denk toch dat dit misschien wel mijn teampie is, hoor. Dat dit mijn eindteam gaat worden. Ik vind ze wel lekker samenwerken op zich. Oh, jeetje. Oké. De enemies hier zijn wel echt even van een nieuw niveau. Dit zijn wel heftige enemies. Ah, dat bedoel ik. Kijk hoe hard hij slaat, jongen. Jeetje, die gast die maakt ons helemaal kapot in één keer, man. Ik denk dat ik eerst even voor die Minotaurus ga. Want die heeft er wel behoorlijk wel veel zin in, volgens mij. Let's go, jongens. Minotaurus, bam. Oh, jee. Iemand wordt in de fik gezet. Ja, het is Steve. Steve wordt in de fik gezet. Oké, dit zijn serieus heftige battles, jongens. Zo voor het einde. Die Minotaurus leeft gewoon nog steeds. Nu is die kapot, gelukkig. Maar dit wordt wel intens. Dit worden wel heftige battles, hoor. Ah, kijk, Red's kont staat ook in de fik. Ja, en daar gaat al mijn HP-strooisel. En dan moet ik volgens mij nog een battle doen deze ronde. Pak hem aan. Oké, die is weg. Hey, Steve gaat naar leveltje 15. En die kan nu ook beter gaan healen. Die heeft een culinair hoogtepunt geleerd. Nice. Nou, we moeten weer een weg kiezen. Jongens, waar moeten we nou naartoe? Op naar de herberg. Nee, het is weer een battle. Tegen wie nu dan? Oké, gelukkig. Dit is niet zo moeilijk. Kijk, lekker hoor, Red. Gouden vlindertjes. Pie! Oh shit, ik dacht dat ik ze allemaal zou aanvallen. Nee, ik doe een beetje moeilijk tijdens deze battle. Ze hadden al lang allemaal kapot kunnen zijn. En ja, daar gaan ze dan. Ach, gelukkig. We zijn bij de herberg, jongens. Oké, Steve die wil even een nieuw pakje. Die ga ik hem gunnen. Wel, en het groen natuurlijk. Red die wil ook een nieuw pakje. Nou, dat gaan we dan ook doen. Ik ben in een gulle bui vandaag, jongens. Iedereen krijgt nieuwe shit. Alleen jij gaat alleen het effect dragen. En Zucker die wil een nieuw wapen. En zelfs dat ga ik hem geven. Ik ben zo aardig. De snoepjeslans. Oh, ik heb gelijk trek in een soft ijsje met snoepjes, jongens. Oh. Ondertussen wil Steve gewoon nog een pakje. Tuurlijk, joh. Ik heb geld zat, man. Hier, neem. En ook Zucker wil heel graag een nieuw pakje. Ja, dat duivelskostuumpje, dat past natuurlijk wel goed bij hem. Neem het maar, hoor. Tuurlijk. Even kijken wat er in deze kist zit. Oh, wat zit erin? Een paardenstaart. Oeh. Ja, dat is een nieuw wapen voor mij. En ik had al een heel sterk wapen. Kijk, mijn aanval gaat 5 punten omhoog en mijn magie ook 2 punten omhoog. Lekker. Kijk, dit is waarvoor je het doet. Het houdt niet op met die Steve, jongen. Hij wil gewoon weer nieuwe kleren. Jongen, man. Het houdt niet op met jou. Oké, even nog dat andere kistje fixen. Wow, wacht even. Wat zijn dit voor zieke zilveren cobra's? Wow, deze zien er wel weer intens uit, zeg. Oké, pas op. Ah! Steve gaat nu zijn culinaire hoogtepunt doen met zijn mooie nieuwe gespierde outfit. Die gaat Zucker even helpen. Eet smakelijk, jong. Ja, het is nog steeds wel jammer dat ik niet zulke goede harde klappen kan uitdelen. Maar ja, daar hebben we Red voor. Die kan hier iedereen gaan slopen. Die gaat nu ook even aanvallen. Oké. De eerste cobra is dood. Ik denk dat dit toch wel goed gaat komen. Ze zien er best wel imposant uit, maar volgens mij valt dat wel mee. Pak hem, Steve. Pak hem, Red. En daar gaat hij al. En Red die zegt over de nieuwe kleren van Steve dat hij het cool vindt. Steve voelt zich er lekker in. Oh man, het ziet er niet uit. Lijkt wel een of andere bodybuilder nu, joh, die Steve. Oh man, Minotaurussen, zilveren cobra's, tuurlijk joh. Ik wil heel graag nu even gebruik maken van Epona als dat kan. Bing, bing!
Ja, lekker man. Oeh, dit doen we wel goed samen. Steve en ik zijn echt goede matties geworden. Ik denk dat ik alleen daarom Steve al in mijn team moet houden, omdat ons vriendschapsniveau zo hoog is. Yo, die Steve wordt verwend, jongen. Kijk, hier krijgt hij ook nog gewoon een nieuwe pan, joh. Jongen, jij echt, joh. Jij krijgt spullen de laatste tijd. Nou, ik kan zelf ook een nieuw wapen gaan kopen. Die kost 2500. Dat is een bruidsboeket. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon dit team ga ik gewoon keihard sterker maken. Wat zit er dan in deze kist? Ah, macho bloem. Ja, ik heb een nieuwe outfit. Heerlijk. Ja, ik ga Steve nadoen. Ik word ook gespierd, net als Steve. Dit is te grappig. Wauw. En daarmee sluiten we deze video af. Ik ben benieuwd of we in de volgende video de eindbaas moeten gaan proberen te verslaan. Laat het weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!